Citroën presenteert vandaag in Frankfurt twee nieuwe modellen. Achter ons draait de nieuwe DS5 zijn rondjes en elders op de stand zien we een conceptcar van de opvolger van wat ooit de golfplatenauto heette. Anne Lobbes, de PR-dame van Citroën in Nederland, die vertelt ons alles over de DS5. Ja Willem, we staan hier inderdaad bij de DS5. Dat is het derde model in de DS-lijn wat Citroën voorziet te introduceren zeer binnenkort. En daarmee laten we eigenlijk als merk zien dat we heel veel goeds in stal hebben. Ja. Kun je een paar details geven over deze auto? Ja, dan moeten we even terug naar de historie. Want in 2006 hebben wij een conceptcar laten zien, een gele conceptcar, de Sport Lounge. En op basis daarvan is men bij Citroën verder gaan kijken en nu staat de DS5 daar. En het kenmerk van de DS5 is eigenlijk ja, detail en raffinement in al zijn niveaus. Je kunt kijken naar de design aan de buitenzijde, maar ook aan de binnenzijde. Bekledingen, chrome details, het klopt allemaal. Een cockpitachtige dashboard? Ja, absoluut. Ik heb zelfs mensen gehoord die in die auto hebben plaatsgenomen hier op de beurs. Die zeiden, dit is nou precies de auto waar ik als kleine jongen van droomde. En motoriseringen? Motorisering kunnen we het volgende over zeggen. We hebben er 5 voorzien. 2 krachtige benzinemotoren, 2 krachtige dieselmotoren. En uniek voor Citroën een hybrid 4 technologie die op deze auto beschikbaar komt. Dan elders zien we de Tubic, een versie op basis van de Hai, ooit heette die de Hai, 65 jaar geleden geïntroduceerd. Wat is hier serieus aan? Eigenlijk is dit een grote knipoog naar de historie als je het Citroën zou vragen. De Hai dateert van 65 jaar geleden, een auto die nog steeds heel populair is in Nederland. En Citroën heeft eigenlijk naar die auto gekeken en gezegd van ja, hoe kunnen we nou eens kijken hoe we dat naar moderne tijden kunnen interpreteren. Dus als je binnen in die auto kijkt, dan zie je meer een lounge idee. 9 mensen kunnen erin plaatsnemen en ook weer voorzien van de modernste hybrid 4 technologie. Ja, een leuk detail is dat de oer-Hai ooit in Amsterdam geassembleerd werd. Ja, dat klopt. We hebben absoluut een Nederlands tintje wat betreft die auto. En dat kan ook verklaren waarom er nog steeds zoveel actieve clubs zijn rondom die auto. Okay, leuk. Maar dit is niet serieus, dit is spielerij. Dit is echt een spielerij, op mooi Frans woord gezegd. Merci beaucoup. Je t'en prie.